Hallo kijkers van Marcus Spamzender. Ik ben Richard en ik ben vandaag samen met Mark en Gio en Timo, zoals je op de lijst ziet. Hallo. Hi. En Mark, je hebt nog steeds last van zijn computer helaas. Maar ja. Oké, maar nummer 7, je mag eruit komen. Oké. Dan bewaken Mark alweer. Bewaken Timo, kun jij even de deuren los doen bij de bodycheck? De andere kant, de andere deur, naast. Ik moet even nog die kant op. Oh ja, sleutels nodig. Ja, bewaak nog, ik doe het al. Ook goed. Zijn bij de andere kant. Ja, we zijn aan de andere kant, Timo. Zo. Oké, ja. Ja. Nummer 7, wat wil je graag gaan doen vandaag? Ja, dat is een goeie. Ik moet even dan nadenken. Je mag eerst naar buiten gaan, ja? Ja, ik ben er weer. Dat is een goeie. We gaan anders maar even naar buiten, ja. Hele goeie. Pak de onderste deur wel. Is goed. Ben je klaar met deze prussen? Bijna. Oh, je hebt dorst zeker, hè? En als je niet luistert, zijn dat de isoleren. Niet te isoleren. Misschien kunnen we je wel even overplaatsen. Een betere. Ja, ben je klaar met drinken? Ja, oké. Dan mag ik me bewaken, mag ik mee? Dan zie ik daar bij Richard, nummer 7. Yep. Hier, even hier komen. Lopen, hè? Deur dicht, achter je. Gewoon net zo'n kinderen. Dus even niet blijven staan. Was, wil je nog wat eten voor in de ochtend? Jawel, hè? Nee, hoeft niet best zijn. Oké. Nou, dan mag je me bewaken, mag ik mee? Bewaak ik Timo? Je mag even met mij mee. Is goed. Dank je voor. Dan gaan we even wat overleggen. Oh, ik heb gehoord dat je een hele tijd ziek bent geweest, hè? Dat klopt. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat dat gebeurt. Dat weet je zelf ook wel, hè? Ja, dat weet ik. Eigenlijk wil ik wel dat jij nu wat klusjes gaat doen hier in de gevangenis. Maar wat wil je dan gaan doen? Wil je bijvoorbeeld nummer 7 helpen? Ik kan hem al meer in de gaten gaan houden. Oké. Het liefst wel zonder dat allemaal wat je aan hebt. Het liefst, dan hou ik het wel hier bij me in de kist hoor. Stop het maar hierin.
mag voor deze keer achter mijn kantoor komen. Alles wat een beetje wapens zijn, mag je hier even instoppen. Dan geef ik ze dadelijk wel even aan de armor. Goed, hè? Dat betekent wel dat je wel in een cel moet slapen ook, hè? Dat snap je? Niet meer in een luxe hotel of zo, maar letterlijk in een cel. En je krijgt wel een hele mooie stok van mij, die mag je nog wel krijgen. En dan mag je meekomen. Dan stoppen we jou ook even in een mooi celletje, of niet? Nummer 8. Ik ben nummer 8 vandaag. Nummer 7, je hebt een nieuw vriendje, zoals je hier ziet. Dit is nummer 8. Je bent hem alvast wel van de bewaking, hè? Nummer 8 en nummer 7, ga maar even naar de kantine, hè? Ah, vriendjes worden. Jij weet vast wel de weg aan de maat. Ja, ik ken de weg wel zo'n beetje. Oh, even wachten, dan maak ik makkelijk gaat de deur los doen. Nummer 7, niet zo gek doen, hè? Kom maar even door. Hebben jullie wat bij je? Nee, hè? Ja, helemaal niks. Ik heb je net helemaal... Jij nummer 7? 7? Ik had een bol. Nou, loop maar door, nummer 7. Voordat ik je weer even een harde tik geef. Nummer 8, dit is jouw cel. Voor de aankomende tijd. Dat je weer helemaal beter bent. Dan kunnen we straks nog wel even een dokter over een paar weken. Goed, hè? Maar dat komt wel goed. Ja, dan zien we je dadelijk wel weer. Ja, nummer 8, die mag naar de keuken toe. Nummer 7, laatst het nog eens, ja. Dat is niet wat je mag doen. Ik doe wel even de lamp aan. Ja. Vraag maar Mark wat je wilt eten. Dan krijg je wel wat. En nummer 7, doe dat niet nog een keer, ja. Wij houden dat niet van dat spel. Goed, nummer 7. Okay. Nummer 7, wat zei ik zo net? Excuse me. Eet je hier toch nummer 7? Ik moet even iets bedenken. Ja. Maar ach, doe die mooie stok maar even uit je hand, hè. Dat is een beetje opvallend. Ah, wat? Oh ja. Kijk, jij mag aan het werk, volgens mij. Nummer 8, dan mag je met mij meelopen.
Even stellen, bodycheck zo. Hadidadida. Dat mag gewoon mee. Niet in de 7%. Dat mag je absoluut niet. Nou, wat voor een weg wil jij hebben? De keuken is helaas op bezet. Misschien mag je wel met nummer 7 in de keuken als je dat wilt. Als er genoeg mensen die al schoonmaker zijn en... Wat moet een houthakker en een ijzerbewerker hier? Geen idee. Wil jij de man dan ook in de keuken? Dat is wel zo handig. Dan mag je al meteen meelopen. Dank je. We doen hem 8. Dus dat ja, goed zo normaal. En jij nummer 7, jij mag in de cel toe. Loop maar door. Oh. In de cel. Dit is op jij. Hoppa. Die is daar nog wel weer. Nummer 8. Jij mag denk ik de stoelen schoonmaken. Ja, kijk, mag ik er zo wat aan het bedenken. Je mag naar bewaken maken. Nummer 7. Goeiedag. Oh, sorry. Wat deed je daar nummer 7? Niks. Wat deed je daar? Ja, je schroef mij, hè? Dat ik wel doen, hè? Nou, meekomen nu. Een beetje snel, hoor. Ziet op, hè. Mag je een nieuw setje halen, deze kant. Kom, hup, doorlopen. Kant op. Lopen. Je weet de weg, hè. Naar de? Nee. Daar ligt je kleding. Oh ja. Nee, daar ligt de kleding niet. Die kant op, andere kant. Ah, je gaat bijna goed. Kant. Nee, deze kant, die. Beetje grappig, hè? Oké. Ik ga maar even weer terug hierheen. Weet je dat? Goed zo. Dan weet je dat voor de volgende keer, hè? Ja, je bent bijna in de buurt. Loop ik erdoor. Maak hem maar open. Als je snel bent, pak je het. Dan heb je de betere spullen. Heb je het? Oké, dan mag je meteen eruit. De bewaker mag komt eraan. En je mag even gaan douchen. Je stinkt een beetje. Deze kant. Ik doe de douches aan, hè. Oké. Zo even, dat weet je wel, hè. Ja, gaan we naar binnen.
passen. Ben je klaar met mijn 7? Ja. Zeker weten. Nou, loop maar. Oh nee, wacht, nummer 7, kom maar even hier nog. Jij mag even met nummer 8 om de dus. Zijn jullie klaar nummer 8 en nummer 7? Ja. En klaar. Goed. Nou, dan mag je meelopen. Alle twee, 1, 2, heb. Goed zo. Nummer 7, hier komen. Voor mijn voeten. Jij weet niet rennen, hè? Lopen. Goed zo. Begint het al beter te snappen. Dan mogen je allebei tegenover elkaar staan in een rijtje. Dan mogen jullie deze kant op kijken naar mij. Nou, zoals je ziet heeft nummer 7 heeft mooie kleding aan en jij nog niet. Jij krijgt dadelijk ook nog mooie kleding. Oh. Die sloeg maar weer, ja. Kom maar, ga maar naar buiten nummer 7. Nummer 8, jij hier blijven. Jij mag met mij mee. Mag je die gang weer in? Nee, ik ga niet isoleren in hoor. Laat maar door. Mag iemand uitpakken. Dat is slim voor jou. Nummer 7 is niet tussen de kant, je weet het hè. Dat weet ik. En hou je zwaard, maar die niet bij je hè, is goed. Mag je nog even mee naar mijn kantoor? Oh nee, wacht, je mag mee naar de wapenruimte. Heel speciaal voor een... Die mogen er nooit inkomen altijd. Hier heb je een stok. Die alleen speciaal voor jou is bedoeld. Oh, die. Goed? Leuk. Wel even. Goed, we stippen zo duidelijk. Dan mag je mee naar buiten, want pardon. Dus even alles goed aan, hoor? Ja. Oké, goed zo. Je mooie vriendje nummer 8 komt eraan. Je weet wat je moet doen aan nummer 8. Ja. Je weet het, hè? Gewoon hier rondlopen. Ja, je mag me ook wel een tikje geven als het in die naar luidt. Is het, hè?
Ben je een beetje bang nummer 7? Nee, ik zit aan even om te kijken. Nummer 8, hè? Oh, die is er alweer. Ga even die kant op. Even in gesprek, hè? Nou, kom maar, nummer 7, nummer 8, kom maar. Jullie gaan. Ah, nummer 7, wat doe je nou weer? Nummer 8, kun je even hier blijven nog? Het loopt een beetje te snel, hè? En jij nummer 7, voor de zoveelste keer niet rennen. Hoe vaak moeten we dan nog zeggen, of moet jij op de stro liggen? Hey, wil je op stro liggen of niet? Nope. Kun je niet rennen voortaan. Gewoon een mooie looppas zoals dit. Kijk, bewakers doen het wel even voor. Ja. We mogen even een middagdutje doen. We lopen door, hè. Nummer 7 was het toch? Ja. Hier komen nummer 7. Had ik gezegd dat jij de deur los mocht doen? Nee, ja. Dit was. Oeh. Ben je al een beetje moe nummer 7 en nummer 8? Het wordt een zware tijd voor jullie. Kun je nummer 8 wakker worden? Goed zo, ik denk wel dat je wakker bent, hè? Nummer 7, wakker. Goed zo. En loop pas naar de keuken. Netjes in een rij staan. Gezicht die kant op. Naar de keuken. Goed zo. Nou, nummer 7 en nummer 8 gaan we aan een tafel zitten. Kunnen jullie even eten? Dan lopen we door. Gaan we aan tafel of moet ik schieten? Nou, oké, kom maar, dan mag je vis halen hier. Oké, goed zo.
was dat lekker nummer 8 en nummer 7? Mm-hmm. Dank het wel. Welk koekje was dat? Nou, dan mogen jullie weer meelopen. En ja, jij ook. Heb ik jullie toevallig een crafting table, ja, Hans? Ja, dat kan ik wel even maken. Oké. Okay. Zo, dan nummer 7. Nee, dan kan namelijk mijn nuggets misschien veranderen naar ingots ofzo. Oké. Okay. Dat komt voor elkaar. Ik nog een uurtje of twee in de cel zitten en dan kom ik zo weer ophalen. Oké. Okay. Nou, zoals jullie zien, ik heb dus geheime nummer 8, je weet het, hè? Wacht, wakker, hè? Ja! Nee? Dat deze twee dingen zitten spulletjes. Nummer 7, waar ben je? Ja. Meekomen, hè? Ik heb gezegd dat je eruit mocht. Nummer 7. Je mag er zelf uit halen. Je kunt het gebruiken als je s'nachts slaapt, hè? Mm-hmm. En denk erom, let niet en bewaak een markt. Mm-hmm. En als je nog één keer wegloopt, dan mag je naar celblok 2 toe. Dan mag je een nachtje op beton slapen of misschien wel een isoleercel, hè? Denk erom, hè. Mm-hmm. Doet het alweer, hè? Nou, dan mag je meelopen naar isoleren. Nou, nummer 8, je mag ook meteen meelopen. Was weer even een lekker dagje, hè? Je weet de weg, hè? En die kant op. Die kant. Een beetje grap, hè? Hier op. En stop maar. Hier is het alweer. En doorloop naar de achterste cel. Wil je het mooi niet horen. En je hebt wel een heel mooi bed. Zie je dat? De 7. Heb je het gezien? Ja. Oké. Okay. Tot morgen vroeg, hè? Mm-hmm. Breng even nummer 8 nog naar de cel en dan kan jullie weer gaan slapen. Kom maar door nummer 8. En ik mag voor deze keer de deur zelf losmaken.